Het snoeien van bomen in een stedelijke omgeving is noodzakelijk. Maar waarom? Dat zien we nu. Snoeien van bomen. Ik zou zeggen, laat die bomen lekker, laat de natuur haar gang gaan. Maar zo werkt dat niet, hè? Nee, dat hebben wij het liefst ook. Het liefst snoeien wij niet. Alleen, we zitten in een stedelijke omgeving. Dus wegen hebben wij sowieso een minimale doorrijhoogte van 4 meter nodig voor vrachtauto's. Nu gaan jullie deze twee bomen snoeien, hè? Maar om verschillende redenen. Ja, dat klopt. Dus waarom? De rode beuk, die zien we hier. De takken die hangen veel te laag. Ja, duidelijk. Bijna tot de grond, hè? Ja, en aan de overkant staat een S-doontje. Die zit nou wel tegen de gevel aan. En die takken snoeien we dan weg. En voor in de toekomst snoeien we alvast ook de wegkant een beetje omhoog. En hebben de mensen ook wat meer licht, hè? Ja, ook dat. Daar snoeien we officieel niet voor. Nee. Maar het is een mooie bijkomstigheid voor mooi, de mensen. Ja, precies. Ja. En liefst natuurlijk, zoals we aan de overkant zien, een mooie grote plataan die bijna de takken op de grond heeft. Zo zien we ze het liefst. Ja, dat is het mooiste, hè? Een jonge boom, daar halen wij de probleemtakken uit. Bijvoorbeeld een dubbele top, een plakoksel, opkroonhoogte. Plakoksel? Ik moet gelijk wat. Ja. Wat is dat? Plakoksels, dat zijn eigenlijk niet goed aangehechte takken. Die op latere leeftijd, als de boom groter is, een grotere kans hebben op uitbreken. Nou, dus hier hebben we dus een plakoksel. Ah ja, dat is duidelijk, hè? Ja, en dan kun je zien dat hier een soort lijn loopt. Mm-hmm. En dan is dit dus, ja, ik heb je kans dat dit eruit knapt. Dit is eigenlijk te dik om nog af te zagen. Maar aan deze hoeft hier niks aan te doen? Deze doen wij niks aan, want boven zit hij vrij in elkaar gegroeid. Mm-hmm. En we staan hier in de bosjes. Dus ja, dat hij hier... Geen gevaar. Geen gevaar, nee. Dit is de vergelijking met een gewone tak aanzet. Hè, dit groeit mooi over elkaar heen. Dus dan groeit eerst die tak en dan komt de bescherming als een soort... Ja, elk jaar groeit eerst die tak. En dan groeit die stam er weer omheen. En dan groeit die tak weer. En dan groeit weer de stam eromheen. Ja. En zo gaat het elk jaar door. En dan krijg je een goede aanhechting van een tak. Zijn ze slim, hè, die bomen? Dat gebeurt hier niet, ja. We zijn verhuisd, hè, met de wagen. Hier zien we een liquidambar. Een liquidambar boompje, amberboom. En dit is wat we noemen begeleidingssnoei. Dat is nog een hele jonge boom. Dit is een vrij jonge boom. Ja. Begeleidingssnoei doen we van boven naar beneden. Dan lopen we van boven naar beneden. Dan gaan we kijken of je nog slecht aangehechte takken hebt. Dus bijvoorbeeld de plakoksel of de zuiger. Nou, als hij dat niet heeft, dan hoeven we hem alleen nog maar op te kronen. Aan deze kant, vijverkant, hoeft dat officieel niet. En aan de straatkant zullen we toch omhoog moeten. Nou, want er komt toch verkeerd langs, vrachtauto's. En daar beginnen we nou al mee. Dan blijven de snoeiwondjes zo klein mogelijk. Exact. Overgroeit die sneller, minder kans op infecties. Wat zou nou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn? Je komt hier aan en je ziet iets waardoor je het niet zou kunnen doen. Wat zou dat kunnen zijn? Als we bij aanvang komen hier, dan doen we altijd de flora-fauna scan. We kijken bij elke boom of er ook bijvoorbeeld een vogel in zit te broeden. Mocht dat zo zijn, registreren we dat in een app, slaan we de boom over. En dan komen we op later tijdstip terug als die uitgebroed is. En wat is er nog meer? Wat valt er nog meer onder die wet? Eigenlijk alles van flora en fauna. Bijzondere planten, bijvoorbeeld orchideeën. Ja, noem maar op. Vleermuizen. Maar dat moeten we allemaal weten eigenlijk. Maar... Dat moet je eigenlijk allemaal weten. Ja, hier dan, amfibieën, vissen, vlinders, libellen, kevers, kreeftachtige... Oh, ze hebben kreeft in de boom. Ja. Die kan niet maar dit is eigenlijk een app voor... meldingen. Nou, heel groen totaal. Oh, ja. Dus ook voor de maaiers, voor de slotenschoners, alles. Maar ja, er vallen wel takken als hier orchideeën onder staan. En ze hebben dit gebiedje, nou ja, zeg maar als een beetje orchideeëngebied, dan moeten wij daar wel rekening mee houden. Ja. Dan moeten we bijvoorbeeld takken vasthouden. Takken vangen. Ja, de takken vasthouden en proberen die niet op de bijzondere planten te laten vallen. Nou, logisch. Dat zou ook zonde zijn natuurlijk. Ook bomen kunnen ziek worden. Zo heb je bijvoorbeeld de kastanjebloedingsziekte, essentaksterfte. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? Dat zie je de volgende keer. En uiteindelijk, die ziekte die trekt helemaal naar binnen, omhoog. Het kan op verschillende plekken. Het kan in de stam, het kan ook op takken, kan het ook voorkomen.